In het Hesshuis in Antwerpen in 1959 was er een groep avant-gardistische kunstenaars die het Hesshuis hebben uitgekruist, de zolderverdieping van het Hesshuis, en daar een expositie hebben samengesteld. En Daniel Spoerie die had juist 2 maanden ervoor, in januari 1959, heeft hij deze installatie min of meer, zoals die hier te zien is, in Düsseldorf getoond. En aansluitend is hij ermee naar Antwerpen gekomen en met die groep G59 heeft hij deze installatie nog een keer hermaakt. Wahrscheinlich war dann die dritte Aufführung in London, ICA, auch ganz nahe. Und dann hat man die Sache satt und dann sagt man, so, jetzt habe ich es 3-mal gemacht, jetzt reicht es, jetzt machen wir was anderes. Specifiek dit werk en nog een aantal andere werken van 1959, die eigenlijk als in die tijd nog niet werden gezien als objecten, maar eigenlijk als onderdeel van een happening. Die werden achteraf gedemonteerd, in de prullenbak gesmeten. Die gingen gewoon verloren, omdat het aan zich geen waarde had. Wel, aan de hand van een aantal teksten en afbeeldingen die we hebben gevonden in archieven of van diverse plaatsen, heb ik dit een beetje geprobeerd te reconstrueren. De kunstenaar is dan komen zien om te zien of dat wat hij hier ziet weerspiegelt wat hij nog in zijn geheugen had en ook een beetje de atmosfeer van de eind jaren 50. Donc le moteur est tout ça c'est un peu de trop. On n'aurait jamais eu pu se permettre d'acheter des moteurs aussi. Mm-hmm. Oui, oui, à cette époque mm-hmm. on avait des petits moteurs de mm-hmm. je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Mais c'est très bien, oui. Und da hatten wir Aktionen, also das war, halten Sie sich an der Nase, bücken Sie sich, stehen Sie auf den Zehenspitzen, machen Sie ein Auge zu. Und dus mit dem simultan vorlesen, mit ein bisschen publiek drin und tegelijk jezelf sehen, ja, het heeft een groot happening gehalte. Daniel Spoerie die komt oorspronkelijk uit het ballet en uit het theater. En dit is eigenlijk omdat hij bevriend was met Jean Tinguely, die dus een beetje meer gewoon was met dergelijke constructies te werken. Aandrijvingen, motoren, bewegende dingen. Dat hij voor 1 keer slechts ook een dynamische installatie heeft gemaakt. Dit werk is eigenlijk een onderdeel van een misschien nooit gerealiseerde situatie die hij autotheater noemt. Een autotheater nannte ik een ort in dem dingen bewust of onbewust van de zuschauer ausgelöst werden. Also een ort wo ik zum Beispiel, wenn ik hier drauf trete ik op een Schalter. Der dort plötzlich irgendetwas passiert oder eine Lichtquelle da unten. Eigenlijk, deze jaren waarin dit is gemaakt, waren zo ongeveer de laatste jaren na de oorlog, waarbij er vrij geëxperimenteerd kon worden zonder dat de dingen ook echt altijd gecategoriseerd werden of benoemd werden. Van dit is dat soort kunst, dit is dit soort happening, dit is dit. Het is pas begin jaren 60 gebeurd. Maar dit is zo wat de laatste getuigenis van een tijd waarbij die opdeling nog niet zo werd gedefinieerd.